Welkom bij een nieuwe video. We zijn hier in de sportschool Basement Fitness en we gaan vandaag trainen. Ik pak de rug aan, de cameraman pakt de borst aan en we gaan lekker knallen. En voordat we dat doen, gaan we eerst wat supplementjes nemen. Oké, wat gaan we als eerst nemen? Wat hebben we hier? De arginine. Dus voor een zieke pump bij je spieren. Vervolgens de BCAA'tjes voor tijdens het trainen. Ga tegen spieren gebruiken. En als laatste, het belangrijkste, de pre-workout van Torque. En dit is echt een aanrader om deze te proberen. Oké, de BCAA'tjes doen we in het bekertje. Oh, kijk eens wat een stoom, jongens. En dit is echt gewoon verse poeder. Oké, even een scoop zoeken. Doe gewoon één scoopje erin. Dat is zat. En het is gewoon lekker, hè? Het is gewoon lekker als je dit tijdens je trainen neemt. En het heeft nog een werking ook. Dus win-win. Oh. Volle scoop. Zo. Altijd een bende, hè? Oké. Okay. Vervolgens schudden we deze eerst. Fucking hell. Bloopers. Bloopers. Oké. Okay. Mooi kleurtje. Oké. Okay. Twee pumps. Zet echt gewoon die bloedvaten open. Dus de spier die je traint, krijg je een zieke pomp in. En als laatste, één scoopje maar. Pre-workout, dat is echt meer dan genoeg. En kijk eens. Die stof die blijft gewoon echt gewoon fucking goed. Ik heb hem nu al 2 weken. En normaal krijg je bij sommige pre-workouts van die harde klonten. Maar dit is gewoon echt, blijft gewoon goed. Lekker scoopje nemen. Let's go, ik ben er klaar voor. Oké, als je back gaat trainen of de chest, is dat belangrijk dat je een warming-up doet. Nou, dit zijn 3 varianten die ik altijd doe. Dus side raises, doe ik 8 keer. Vervolgens front raises. En als laatste voor de achterkant schouders, pak ik deze. Doe ik allemaal 8 keer. En dan doe ik even 3 setjes. Belangrijk dat je schouders warm zijn. De eerste oefening die ik ga doen voor de rug is voor de vleugels. We gaan optrekken en ik ga jullie laten zien hoe je de juiste manier moet optrekken. Here we go. Pak hem iets breder dan schouderbreedte. Dus hier. Je kijkt omhoog. En je gaat helemaal gestrekt omhoog. Boven de bar en houd je de bossen voor. Houd hem hier even vast. En gaat hem naar beneden. Helemaal omhoog. En weer naar beneden. Helemaal gestrekt. En weer omhoog. Dit mag dan iets sneller. En vervolgens, als je dit makkelijk 10 keer kan, kan je daar ook nog gewicht aan doen. Zodat je echt sterker wordt, ook in je rug. Oké, we gaan de T-bar row doen. We beginnen met kleine platen. 10 kilo's, geen 20 kilo. Waarom? Je hebt dan een grotere full range motion. Oké, laten we even kijken hoe we deze oefening uitvoeren. Begin met je voeten neer te zetten. Deze wijze. Yes. Vervolgens pak je deze vast. En je houdt dan gelijk je borst naar voren. Schouders naar achter. En kijk naar voren. En waarom, wat ik net zei, de full range motion. Met de 10 kilo's kan je veel verder. Met de 20 kilo's zat ik nu opgepast. Let's go. Hier hou je even vast. En weer terug. 2. 3. Hou hem hier even vast. Zo chill om in een lege sportschool te trainen. En Bart, wat ga je doen dan? We gaan beginnen met de incline bench press. Yes. Rustig opbouwen. Eerst even de stang alleen zonder gewichten erop. Ja. En nu gewoon rustig opbouwen. 10, 20 beide kanten. Ja. En verder opbouwen. Lekker man. Ja. Dus jij traint vandaag chest, ik de back. Oh jongens. Oké. Bart had nog een goede tip voor het benchen. Ja, als je begint met je training, je bent bezig met opwarmen, probeer dan alle opwarmsets laag in de herhalingen te doen, zodat je alle kracht bespaart voor je werksets.
Oké, okay, oké. Okay. Hey, maar jij wil zo'n mooi Torx shirtje aan, maar komen die ook online of niet? Ja, in de toekomst gaan we zeker merchandise online gooien, maar we moeten natuurlijk wel even de kwaliteit perfectioneren. Ze moeten goed strak zitten, zodat de biceps flex kunnen worden. Ai, lekker hoor. Tweede oefening, wat ga je doen? Ja, we gaan voor de flat dumbbell press, voor de chest en de triceps. Alright. Het is belangrijk om je schouders naar elkaar toe te trekken en een kleine holling in je rug te hebben. En voor het opgooien heb ik de volgende tip. Gebruik je knieën. Dus je gooit je zo omhoog. Hup. Hoppa. En omhoog. Schouders bij elkaar. Kleine holling in de rug. En naar onder laten zakken. Explosief omhoog. Netjes hoor. Ik ga nu een derde oefening doen. Ook weer voor de lats. En hoe gaan we deze doen? Twee touwen. Pak ze vast. Je gaat op je knieën zitten. Met een gepaste afstand zodat je armen helemaal gestrekt zijn. Je houdt je borst naar voren en je schouders naar achter. En je trekt ze naar je zij. Mijn cameraman, kom eens dichterbij, hoe ik mijn handen heb. Dus ik begin zo en vervolgens is het alternatieve curl weer naar beneden. En je houdt ze weer hier even vast. Dus hier leg je de spanning op. En focus, dus je mind muscle connection, op je lats. Derde oefening voor Bart, de flies. Voor de buitenkant van de chest. En Bart doet de full range of motion. En hij zit een beetje naar voren. Waarom? Omdat hij dan meer zijn chest kan isoleren. Dus hij heeft nu al zijn focus op zijn chest. En hij gebruikt geen schouders. Dus hij houdt echt ook echt je schouders naar achter en je chest naar voren. En hij ademt. Juist. Lekkere. Goed bezig. Oké, ben je er klaar voor? Wat we gaan doen is een dropset. Ik ga hem voor Bart droppen. En meestal bij de laatste set van elke oefening doen we een dropset. Dus let's go, lekker zwaar. Hoppa, goede houding. Het mag best zwaar zijn. En je mag soms ook een beetje cheaten. Dat mag ook. Als het zwaar wordt, kom op, door. Yes. Oké, kom op. Push. Yes. En nu begint het zwaar te worden, dus nu gaan we hem droppen. Dus gaan we ongeveer 20% van het gewicht doen, 72 kilo, en door. Yes, kom maar. Hop, door. Kijk dan, hier gaat die chest van groeien. Kom maar. Push, yes. En dan begint nu weer zwaar te worden. Laatste. Yes. Alright. Ah, nog één. Dat is doorzetten. Daar gaat je chest van groeien. Oké, 45 kilo. Here we go, door. Kom maar, gelijk door. Anders is het geen dropset. Als je te lang wacht, dan kan je het geen dropset noemen. Kom maar. Kijk. Kijk hoe chest is. En kijk hoe die zit daar, jongens. Alles vanuit je chest. Yes. Kom maar, push. Lekker hoor. Alright, dat is hem. En hoe voelt hij nu? Goed, lekker man. Deze oefening, de rows, kan je ook weer op verschillende manieren doen. Pak nu hier een bankje in de leuning. Uit je borst naar voren en je doet full range of motion. Oké, we gaan de schouders doen. We beginnen met de zwaarste oefening. Alright, full range of motion. Lekker hoor. Mooie quote op de achtergrond. Kijk hem gaan hoor. Yes, goed isoleren. Mooi. Hoppa. Ja. Oké, neem eerst even een slokje BCA. Zorg toch voor 2 reps extra. Dat is een geintje. Let's go. 15 kilo per kant. We gaan gelijk zwaar. Borst naar voren. Goed ademen. There you go. Nog 2.
Bart wilde weer 10 kilo per kant doen. We hebben een cashje erop gedaan. 1,25. Progressie overload. Kom maar. Yes. Plaats uit. Is boven. Yes. Kom maar. 4. Kom op. Door. 5. 6. Kom maar. 7. En die 8. Kom op. Juist. Kom maar. Push, push, push. Yes. Dat is alles geven. Hij gaat er nog één doen. Kom maar. 9. Kom aan, push. Yes. Lekker hoor. Zo zie je maar. Meer gewicht en meer herhalingen. Hey. Tweede set. En we hebben nu 20 kilo. Gaan we iets van 6 herhalingen doen. En ik heb heel lang natuurlijk droog getraind. Maar het is ook belangrijk dat je je kracht behoudt. Dus af en toe moet je een paar sets waar je wat meer gewicht hebt. Waar je ongeveer 5 tot 6 herhalingen kan. Let's go. Goed pakken. Here we go. 1. 2. Laatste. Kom op. Push, push, push. Dat is wat ik bij die laatste deed. Negatief terug. En dan explosief naar boven. Kapot. Oké. Hij pakt hem net iets boven zijn chest nu. Zodat je meer die spanning erop houdt. Maar hij strekt hem wel helemaal uit, dat is belangrijk. Dus net boven je chest. Ja, go, omhoog. Lekker man. Goed bezig. Laatste. Push. Push. Yes, kom op. Hoppa. Lekker man, goed bezig. Oké, tweede oefening voor de schouders. Side raises. En belangrijk is dat je deze echt gewoon rustig uitvoert. Niet te zwaar gewicht pakken, want dan ga je heel vaak andere spieren erbij gebruiken. Zo je gaat doen? Je houdt de dumbbell. Haas je, borst naar voren. En je doet je arm rustig naar boven. En je houdt hem hier even vast en weer rustig terug. Dus niet dit. Gewoon, ja, als een robot als het ware moet je hem uitvoeren. Rustig en weer terug. 90 graden, hier en weer rustig terug. En hier, nu train je echt gewoon die side delts. Oké, nog een tip voor jullie. En we gaan strooien met tips vandaag. Je kan deze oefening ook weer op verschillende manieren uitvoeren. Al wil je meer de achterkant, meer de rib delts trainen, ga je iets vooroverleunen en dan pak je hem op deze wijze aan. Wil je echt zeg maar die zijkant van je schouder trainen, rechtop zitten zoals ik net zei. En dan niet zeg maar zo uitvoeren, meer naar voren. Ook niet helemaal naar de zijkant, naar achter. Maar echt op een natuurlijke houding. Dus dat ga je zelf voelen, al doe je dit ook zonder gewicht. Voren en hier. Nou weer rustig terug, als een robot. Oké, we gaan nu een superset doen voor de achterkant van de schouders. We pakken eerst deze. Bankje. Ja. Doet de dumbbells naar achter. Dus niet te ver naar deze kant. Echt naar de zijkant. Even vasthouden en weer terug. En ik doe het maar met 4 kilo. En je houdt je borst ook weer naar voren en je schouders naar achter. En niet helemaal hier omhoog, dit is genoeg. Vervolgens pakken we deze oefening. Dat is voornamelijk voor de trapezius. Let's go. Hoe je deze oefening uitvoert, veel mensen zeggen dat deze schadelijk is voor je schouder. Maar als je hem goed uitvoert en niet zwaar doet, is er niks aan de hand. Pak hem hier vast, niet smal, ook niet te breed. Dit is hoe je hem vastpakt. Je doet je borst naar voren en je focust echt op het trainen van je trapezius. Je spant ze ook aan. Borst naar voren. En je gaat niet te hoog. Dus dit is in principe prima om even vast te houden. Deze hoogte. Rustig naar beneden. En je focust continu. Dus ga niet dit doen. Continu. Net weer als een robot. Deze manier. En weer rustig terug. Focus. Niks aan de hand. See you again.
found love we're bound to be. Made a promise to ourselves, be braver than 20 million soldiers in the world tonight. The time, the feeling, are we ever gonna be here again? We staan op het dak van de sportschool en deze training was ziek en ik hoop dat jullie wat aan deze tips hebben. Wij willen dit sowieso vaker gaan doen en we willen natuurlijk met jullie gaan trainen. Dat gaat allemaal komen, we hebben leuke ideeën, maar nu gaan we deze video afsluiten en bedankt voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog en abonneer natuurlijk op ons kanaal. Dank jullie wel. Oh ja, niks goed.